eerste Pinksterdag, 19 mei 2013, stond voor de 100 kilometer lopers de zware etappe op het programma in Kootwijkerzand, Hoogbuurlo. We hebben 15 seconden voor de start. Als het liever is, zijn ze zullen in afslag heeft. Gaan we afstellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. En daar gaan ze. Ik zie gelijk al het goede been komen worden. Deze mensen hebben nu ook bij de afstand. We gaan De mooiste etappe, hoe dan ook. Het parcours verveelt geen moment. Heide, bos en zelfs zandverstuiving wisselen elkaar voortdurend af. Er wordt gestart en gefinished bij de schaapskooi van Hoogbuurlo. Hoog dus. De eerste kilometers over de weg naar Assel gaan dan ook bergaf. De slotkilometer bergop. Na 11 verharde kilometers wordt er het tweede gedeelte louter over zandpaden gelopen. In het begin op de wonderschone Hoogbuurlose heide is het hierbij even zaak het goede spoor te zoeken. Daarna in het Uggelse bos en terug naar Hoogbuurlo zijn de paden van uitstekende kwaliteit. David loopt wederom weer een geweldige race. En inmiddels loopt hij ook onder het parcoursrecord van Tony Stouten. Ook Luc Kotwaar loopt onder dit schema door zijn mooie resultaten tijdens dit Pinksterweekend. Johan Cats en Ronnie Duinkerke zitten weer dicht bij elkaar. Dus er kan tijdens de zesde etappe nog van alles gebeuren als het gaat om de derde plek. Jan-Pieter Mondria en Albert Voogd lopen ook een mooi klassement in de klasse 50+. Vandaag scheelt het slechts 28 seconden in het voordeel van Jan-Pieter. Bij de dames is ook vandaag Irene Kalte weer een klas apart. Janne Brandt is wederom tweede en Irene Kok wordt mooi derde. Nog voor Kim Banner. Dit jaar kunnen er veel koersrecords gaan sleuvelen. Irene Kalte pakt het record wanneer ze de laatste etappe onder de 1.31 loopt. David heeft 1.29 nodig voor dit record.
Graag David. En ik hoor het geklap. En ik zie de eerste fietser. En ik zie iemand die richting de finish stellen. We hebben de 10-61. Die gaat hier finishen. 7-7-7 natuurlijk. De leider in het klassement. Je kunt het zien aan zijn roze truitje. Ja, mooi, Martijn Paarman gaat tweede worden op deze etappe. En ik zie hier nummer 3 hier verschijnen. En dat is inderdaad Luc Alvaar. Hij stelt hier naar de finish. En in het tweede slot. Ja, dat is de eerste vrouw. Klaas Irene. Oh, ik kort. Klaas, ik kom. Goed zo, Ruud. Klaas, Ruud. Sienna! En dan maakt die laatste 5 meter, die maakt dan weer het verschil. Hij kan wel heel erg voor een keer. Dat is jongen. Kijk toch. En dit is het. Hij is een beetje te jong. Ja, dat is een beetje te jong. Ik heb een beetje te lopen. Dus het is goed gegaan. Dat lijkt me sterk. Dat is Remco Kuipers. Dit gaat hem worden. 10 minuten voor, zijn we al 2 jaar geleden. Oké. We spelen u erop. Zo even, wat we wilden is bij het finish komen. En voor de achterbaan zit. Ik geef een hartelijk applaus. Heeft het ook vandaag weer gehaald. Goed, maar nog 1 etappe te gaan.